Alle locaties van Wij Groningen zijn niet toegankelijk voor bewoners vanwege de coronacrisis. Dat betekent niet dat er niet meer voor de Groningers gewerkt wordt. Ook voor Wij Groningen is het aanpassen aan de omstandigheden, maar hulpvragen van bezorgde Groningers worden nog steeds beantwoord, vertelt bestuurder Mirjam Kuin. We hebben nu net gehoord dat het tot en met 28 april duurt. Dus je merkt echt mensen die in de knel komen te zitten. Het kunnen hele kleine dingen zijn die voor mensen groot zijn. Bijvoorbeeld, hoe krijg ik mijn boodschappen? Maar soms zien we ook dat het voor kinderen niet veilig genoeg is en dat we ook daar ondersteuning moeten bieden. Eerst gingen we echt naar de mensen toe, voerden we ook keukentafelgesprekken als mensen bijvoorbeeld iets nodig hadden vanuit de WMO. En dat kan nu gewoon niet meer, alleen als het echt nodig is. Dus dat doen we nu vaak via de telefoon. Ja, dat is toch minder prettig. Nienke Pol is een van de medewerkers van een wijteam. Ze kijkt er ondanks de omstandigheden positief naar. Nou, hoe is het om de mensen niet meer zoveel te zien, maar echt vooral te bellen? Nou ja, eigenlijk zien we ze wel. Want je krijgt ze op een of andere manier krijg je de verhalen mee doordat de jongerenwerkers hier toch binnenlopen en dan even weer vertellen van nou, hoe het is op straat. De generalisten zijn op straat. Op een of andere manier krijg je de verhalen toch mee. Dus je hebt ze aan de telefoon, maar aan de andere kant hoor je ook de verhalen hoe het gaat. Hè, de wijkagent loopt hier af en toe binnen. Ben je ook bang dat mensen moeite hebben om de juiste hulp te vinden in deze tijden? Ja, aan de ene kant denk ik van ja, iedereen zit helemaal opgesloten binnen en ik hoop gewoon dat de mensen, dat het goed met alle mensen gaat. Aan de andere kant merk ik dat er heel veel burgerinitiatieven zijn ontplooid. Elke ochtend dan ga ik kijken op Facebook van goh, hoe gaat het met iedereen en wat is er allemaal gebeurd. Maar er zijn er zoveel initiatieven en zoveel ideeën waar mensen mee bezig zijn. En aan de andere kant krijgen we ook wel telefoontjes van mensen van, ja, die zich bezorgd maken om hun buurvrouw en buurman. En dat soort telefoontjes hebben nu weer wat vaker dan, nou ja, dan eerder. Bij Groningen juicht alle online initiatieven van bewoners onderling erg toe. Dat vinden wij natuurlijk hartstikke mooi en ook mooi om te zien hoe mensen elkaar dan vinden. Wat wij ook doen is dat mensen die bij ons komen en bijvoorbeeld niet goed weten waar ze moeten zijn, want er zijn veel initiatieven, die verwijzen we ook door en die adviseren we ook in wat geschikt kan zijn voor hen. Mirjam Kuin is duidelijk, blijf ons opzoeken. Wij werken door, we staan echt klaar voor de mensen in Groningen. Dus schroom niet, heeft u vragen, bel ons, zoek contact met ons. En dan kunnen wij u verder helpen of zelf helpen. Maar dan kijken we samen wat er nodig is. Dus dat is mijn uitnodiging. En u kunt erop vertrouwen dat wij u zo goed mogelijk ondersteunen.